Jannik, goedenavond. We staan hier op de Regatta Beach Club. De prijsuitreiking van Miss Wellness Beauty. En jij bent van het bedrijf Belief. Welke prijzen reik je uit vanavond? Wij zijn vanavond hier om drie prijzen weg te geven. Wij hebben als partner deelgenomen aan Miss Wellness Beauty. En wij willen graag een aantal bikinis weggeven aan de dames die in de prijzen zijn gevallen. Oh, dat is wel leuk, hè, bikinis. Heb je ook de kandidaten mogen kleden de afgelopen finale? Tijdens de finale show hebben wij de badmode voorzien die in het défilé gebruikt werd, dat klopt. Ja. Wat soort kleding doe je eigenlijk? Wij verkopen onder andere badkleding, dus bikinis, badpakken, nachtmode, pyjama's, peignoirs en ook lingerie. Zitten daar speciale trends in op of zo? Ja, die zijn er, maar ondertussen is de markt zo wijd opengebroken dat bijna alles altijd verkrijgbaar is. Ah, ja. Ja, ja. En ik heb me laten vertellen dat je eigenlijk B2B doet. Welke zijn je klanten dan in feite? Dus ons hoofdcliënteel bevindt zich in het lingerie speciaalzaken segment. En daarboven komt ook nog sportwinkels voor badkleding. Hoe komt het dat je eigenlijk partner geworden bent bij Miss Wellness Beauty? Ik ben een aantal jaar geleden met Patrick in contact gekomen en hij heeft mij de vraag gesteld en ik vond dat meteen een prachtig idee, omdat het natuurlijk met een misverkiezing perfect aanleunt tegen badmode. Ja. En dat zit ook wel een beetje in een branche, want ik denk ook dat veel wellness beauty of wellnessen, dat die nog eens een zwembad hebben en dergelijke. Klopt, klopt. Dus er zijn veel wellnesszaken die een zwembad hebben of een bubbelbad of een jacuzzi, waar natuurlijk badmode ook gebruikt kan worden. Wat spreek je eigenlijk aan in zo'n verkiezing? Goh. Ik vind het leuk in dit geval dat het gaat om zelfstandige onderneemsters. En ik ben natuurlijk ook een zelfstandig ondernemer. En ik vind het wel eens leuk dat zij in de bloemetjes worden gezet door een verkiezing speciaal in hun sector. Ja. Is dat iets waar je ook mee kan uitpakken naar uw klanten toe? We kunnen dat zeker gebruiken. Hè, dat we op die manier reclame maken voor het merk dat zij dan natuurlijk in hun winkel verkopen. Waardoor het veel in de media verschijnt en dan ook nog meer bekendheid krijgt. Zijn dat speciale merken of zijn dat bekende merken die je doet? Bekend is natuurlijk relatief. In onze sector zijn we wel bekend. We hebben meer dan 150 verkooppunten in Vlaanderen met het merk Sunflare. Dus dat is het bekendste. Ja. Okay. Super. Ja, ik wens je nog heel veel succes met je badmodeverkoop. En hopelijk zien we je op de volgende verkiezing terug. Hè. Ja, daar kunt u wel van uitgaan. Dankjewel. Super, bedankt. Tot ziens. Oké. Okay.